Ik heb best wel iets spannends gedaan. Toen heb ik mijn eerste cultuurstuk gekocht. Hoppakee. Als je zo doorgaat, dan word je op een gegeven moment ziek. En kijk eens hoe je eruit ziet. Kijk ziet uit, er uit. Pittige tijden zijn dit. Zoveel gelachen en zoveel gezweet. Good morning, het is maandag. Tijd voor een nieuw vlogstuk. Het is zeker een vlogstuk. Het is zeker geen ochtend meer, nee. We hebben 's ochtends eigenlijk allerlei dingen gedaan. Ook wel werkjes. We hebben foto's gemaakt. Jordi heeft weer zijn fotografie skills lekker laten wapperen. Hij heeft niet zijn haar gewassen, maar dat hoeft gewoon niet als je creative bent. Nee, dat passen kan dat gewoon. Ook weer lekker bij elkaar. Je hebt gewoon weken niet wassen. Dat is allemaal prima. Super top. Nu zijn we even iets aan het droppen bij Nicole. Drop it like it's hot. Yay! Drop it like it's hot. We hebben allemaal wel een goed maandagje, dat is wel lekker. 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 Leuk jongens. We zijn van Dek Amsterdam zijn er en we proberen even het kleurenpalet van de slaapkamer te fine-tunen. Daar hadden we een beetje het idee van een zwarte muur met structuurverf. Dus om te kijken hebben we het kleed er even voor gehouden. Wat vinden jullie ervan? Ja, ik vind het wel mooi jongens. Ik vind het ook wel... Ik voel het best wel. Gezellig. Oh, je hebt het bed net verschoond volgens mij. Klopt. Trapte er ook al in. Ik liep ook wel een hele loop al heel erg blad voor het. Oh, lekker jongens. Ja, het is wel mooi. Een donkere hoek. Het is echt wel mooi. We zijn op motortour. Bij onze vrienden Sven en Marel. Die hebben een insane boerderijhuis gekocht. Met 3 katjes, Schorrie en Morrie. En toen was er nog één over en die hadden ze niet genomen. Dus hebben ze die Sorry genoemd. Daar heb ik net mee gekroeld. De kleinste katjes ooit. Zo lief. Kijk. Wat is dit dan? Dit is Schorrie. Dit is het dametje. Schorrie! Ze zijn zo fluffy en klein. Hoe klein ze zijn, dit is mijn hand. Hey, klein beestje. Ja, zeg. 14 meter hoog. Kijk wat deze gekjes ook hebben. Portretten van elkaar. Marelusjes! Yay! I live here! Mijn huis! En in wat voor broek dit ook gebeurt? Nou, nah. Ik zal me niet laten zien hoe ik erbij loop. Wil je deze even nog? Zie je wel? Dat is nou een pregnant belly. Zie je wel? Oh, vuilentjes! Nu gaat Sven ons opsluiten. Dit is het moment. Oi. Oh, dat vind ik een beetje eng. Klein vuilentje. Wat een lekker kleintje. Met eruit bijten. Met het kleine fluffy wasje. Dit is toch niet te doen. Wie, is dit nu een wedstrijd wie het liefst knuffelt? Yeah. Hey babes, goedemorgen. Het is vandaag een heatwave. Het wordt 37 graden. En ik moet shooten. Wel met de Bijenkorf, wat ik heel leuk vind. En met Kai, wat ik ook heel leuk vind. Maar ik zweet me nu al kapot en ik ben zo moe. Uiteindelijk kon ik ook door de hitte gewoon niet slapen en sliep ik denk ik om 4 uur. En heel Brabants ga ik dan ook praten. Nu is het 8:30 of zo. Dus ik hoop echt dat ik deze dag levend doorkom en daarna moet ik nog doorwerken. Woe! Pittige tijden zijn dit. Dit zijn de pittige dagen. Dit zijn echt de dagen die je op karakter moet doen. In de auto. Voor make-up ML in het Hoekstum. En het leuke is dus dat Kai vandaag mijn foto's schiet. Die ik natuurlijk goed ken en waar ik dol op ben. Dus dat is een hele leuke dag en een leuke match. Kai, hoe vind jij het gaan tot nu toe? Hoe vind jij het gaan tot nu toe? Kijk eens hoe je eruit ziet. Kijk ziet uit, jongens. Ziet er goed uit. En meisjes. Ziet er super goed uit. Ik heb er heel veel zin in. Het is leuk, hè? Ja. Ik ga even gaan lunchen. Ja, zin in eten. Truffelfriet is hier heel lekker. Misschien moet ik dat nu niet doen in mijn model life. Ik ga frietjes bestellen. Ik ook dan. Kan doen. Ja.
cute zitten op. Oh, zoveel gelachen en zoveel gezweet. Het is echt een hele leuke dag, maar zo ontzettend warm. Het is nu 37 graden in Amsterdam. Ik weet niet of ik het ooit zo heet heb meegemaakt. Veel werk ligt nog voor me, maar ik denk dat ik wel even ergens buiten ga afkoelen en dan het werk meeneem. En gewoon in de schaduw ergens gaan zitten of zo. Want het is niet uit te houden hier binnen. En over hete dingen gesproken, ik heb best wel iets spannends gedaan. Het zit in deze tas. Een hele grote joekel. Voor degenen die echt oplettende kijkers zijn, die hebben meegekregen dat ik of in een vlog of in een Insta-story jurken aan het passen was voor televisiering, gala. En toen ben ik uiteindelijk in een McQueen jurk daar naartoe gegaan. Maar toen had ik ook een andere jurk aan van Ronald van den Kemp. Het is een Nederlandse ontwerper. Hij maakt de mooiste couturestukken die ook door volgens mij Rihanna of Beyoncé worden gedragen. Echt fantastisch. Heel veel talent, echt hele mooie pasvormen. Fantastisch, fantastisch. Super trots ook dat zo iemand dan uit Nederland komt. En dat vind ik natuurlijk iets leuks om te supporten. Dus ik was al een beetje aan het kijken, is die ene jurk er nog die ik toen heb gepast, die ik zo mooi vond, maar eigenlijk net iets te edgy of te high fashion voor de gelegenheid. Ik had hem niet meer gezien en toen appte Nicole mij opeens dat die jurk er nog was. Waanzinnig afgeprijsd. En opeens betaalbaar dus ook voor mij. Dus toen heb ik mijn eerste couturestuk gekocht. Ik laat hem jullie zien. Hij zit nog in de verpakking. Dit is wel echt bijzonder. Ik hou er gewoon heel erg van om dan zo'n stukje modegeschiedenis te hebben. Of iets unieks. Er staat ook een nummer in de jurk. Dit ga je gewoon nooit meer wegdoen. Ik ga het waarschijnlijk ook maar 2-3 keer dragen. Maar heel bijzonder om te hebben wel. Hoppakee. Ja, amazing. Dit is hem dan. Zo mooi gemaakt. Oh, hoe deze stoffen voelen en de laagjes die hierin zitten en de snit hiervan. Nou, je ziet hier een beetje iets van de jurk. Eén zijkant is langer. Er zit heel veel stof in. Het is zo bewerkelijk. Echt waanzinnig. En dus welk editienummer het is. Er zijn er 19 van gemaakt. Wauw. Tadaa. Zo fantastisch. Hier zit dus een hele sleep aan vast. Het is zo fabulous. Zo mooi gemaakt. Goedemorgen, ik ben op weg naar Westwing. Ik heb een afspraak met Odette, een interieurstyliste die ik al heel lang ken. Omdat we echt in de begindagen van mijn tijd bij de tijdschriften, toen liep ik stage bij Kratia. Toen was ik 19 jaar geloof ik. En toen heb ik ooit met Odette een productie gedaan waarbij zij de interieurstyling deed en ik de interviews. Toen hadden we al een hele goede match en zij werkt nu bij Westwing. Waar ik een aantal meubels ga uitzoeken voor mijn nieuwe huis. En we hebben gebeld en even over mijn ideeën en mood en een aantal items die ik mooi vond gesproken. Dus ik ben heel benieuwd wat ze al mijn gedachten heeft. En hoe zij tegen mijn nieuwe huis aankijkt. Dit begint al lekker. Altijd dozen hier op de gang, hè? Oh, ja. Welkom. Ik ben helemaal bezweet en wel aangekomen in het kantoor. Hier staat een fan. Zo lekker. Hey Roos. Hey. We hebben allebei luipaard aan. Dit is een goede teamwork. En Odette is dus boven een shoot aan het stylen. Zij jureert in House Rules, dat superleuk programma, op Net 5. En zijn nu iets aan het opnemen. Dus ik ga even spieken. We gaan meteen wat inspiratie. Hoe inspirerend is het hier? Zal ik gewoon hier gaan wonen? Allemaal lekkere bladen. Goedemorgen, ik heb lekker een werkdag met Kelly. Kelly! En we zitten binnen, het is weer best wel warm. Dus ik heb de ramen open, ventilator op maximale stand. Ik ga Kelzo denk ik met een palmblad wat frisse lucht toe wapperen. En ik heb beloofd dat ik een ijskoffie voor haar ga maken, want dat drinken we altijd samen. En ik heb een heel lijp nieuw apparaatje. Daarover later meer. Ik denk dat mijn kookkunsten wel koffie aan kunnen, toch? Ja. Ja. En make-up. En make-up. Ik heb net mijn nieuwe paletje geprobeerd. Deze. Had ik hier al over verteld. Dit zat ooit in een vlog met Anne. Het is zo mooi. Ik heb dit bij de Douglas gekocht, geloof ik. En er zitten echt precies die roestintjes in die ik mooi vind. Dus ik heb nu zo'n oogje. Snel even gemaakt. Vandaag wordt weer een lekkere wegwerkdag. Heel veel zin in.
heel veel losse eindjes aan elkaar knopen en wat troubleshooting. Ik heb dus een heel leuk nieuw speelgoedje. Hallo! Van Nespresso gekregen. En dit is eigenlijk ook goed voor mijn karmapunten. Want Kelly haalt altijd voor mij een ijskoffie. Winter, zomer, maakt niet uit. Het is echt ons lievelings. En nu kan ik er dus zelf een maken. Het wordt mijn allereerste en ik gebruik dit. Eigenlijk ook voor mijn gewone lattes, vanillecupjes. Want dat vind ik lekker, heb je een lekker smaakje. En ik denk dus dat het voor een ijskoffie helemaal top is. Dus ik laat het jullie weten als ik het heb getest. Eens even kijken. Eerst kijken wat ik ga doen. Ja, ijsfrappie. Yes! Barista Life! Heb jij dat zelf gemaakt? Nee, echt heel mooi. Sorry. Het is echt mooi werk. Ik ga nu heel even langs Mikkeus. Een afspraak die ik al een paar keer heb gezet. Die eigenlijk nooit goed uitkwam. Maar ik dacht, ik squeeze het er toch even tussen. Mik is namelijk een genius die van oude Levi's broeken, vintage broeken, een helemaal op maat gemaakte maakt. Ik heb er al twee van hem en mijn tweelingbroer heeft er ook een paar. Hij is natuurlijk heel lang, dus hij kan nooit vinden wat hij zoekt. Dus ik ga nu even naar zijn nieuwe atelier. Ik ben nu op het scootertje. Loving it. Ik durf niet te veel meer rijden tegelijk, dus dat gaat maar niet voor ieders veiligheid. Dit is chill. De hele vlag en alles. Check deze denimvoorraad. En Mik, de rockster. Mik zit me net iets te vertellen over stress. Dat hij die niet heeft, ondanks dat het hartstikke goed gaat. Kijk even hoe mooi dit hele atelier is, wauw. Het is huge. En hier is een soort groen Walhalla. So pretty. Hier in mijn pas ook allemaal jeans liggen. Ik ben heel erg op zoek naar deze kleur. En nu heb ik dus iets gevonden. Is dit een oude 501? Die aan heb. Ja? Ik weet zeker weten. Ja, hoe oud is zo'n ding dan? Ik denk dat deze 20, 25 jaar oud is. Nice! Ik ben benieuwd welke billen hier allemaal in hebben gezeten. Maar deze past dus best wel in één keer goed. Dit is echt heel nice. Hij is iets te wijd, zeg maar, bij de knie. Maar verder zit dit wel goed. Dus we gaan hem nu helemaal smal maken. En dan... Mik is nu mijn bil aan het aftekenen. Dus even blijven staan? Ja. En wat heb je op dit moment allemaal voor special dingetjes? Ik zie hier een zijkant in een andere kleur. En allemaal rafelrandjes en zo. Ik heb een aantal modellen die ik gemaakt heb uit grotere maten en dan verkleind naar een kleinere. Oh ja. Waardoor ja, details van de jeans bloot liggen en super cool. Een stuk ertussen gevoegd. Is echt wel heel nice ook dit, hè? Ook heel leuk een witte. En dit met veters aan de zijkant, dat wil ik ook passen. Een wit experiment. Ik pas er niet in, maar ik vind het wel heel leuk staan. Leuk, hè? Het is niet helemaal de goede maat, maar ik vind het wel heel cool zo'n witte. Vooral ook met die gouden knopen. Precies dezelfde kleur als mijn fretjes. Hoe grappig is dat? Ik ben in Metropool Lisse met mijn schatjes Benny en Winnie. Hoe mooi zijn ze weer. Oh, oh, oh. We zijn hier niet zonder reden. We gaan namelijk nu naar Ger. Medium die ons een geboortehoroscoop gaat geven en onze energie gaat lezen. Ik ben dus ook heel benieuwd of mijn tweelingbroer dan dezelfde geboortehoroscoop heeft. Omdat we zo anders zijn en ik ben best wel zenuwachtig eerlijk gezegd. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Ik ben echt heel benieuwd. Zijn jullie zenuwachtig? Voor jou? ik ook wel een beetje voor jou, maar zelf niet. Oké, oké. Goedemorgen. Ik weet nog even niet of ik dit aanhoud, want het is wel heel fleurig. Maar ik dacht, ik neem alvast even het moment om jullie even bij te praten wat er bij Ger gebeurde. De astroloog, energielezer. Het was echt super interessant. Ik ging zitten en hij ging zo met zijn ogen dicht mijn energie voelen en zo. En het eerste wat hij zei was, ik zie zoveel. Je bent zoveel aan het denken en het is zo druk. Je moet nu echt keuzes gaan maken en nee is ook een antwoord. En toen dacht ik, wow, dit is precies waar ik nu mee
deel af en toe dat ik het heel moeilijk vind om overzicht te houden. En dat ik altijd tegen te veel dingen ja zeg omdat ik mijn werk zo leuk vind. Maar dan toch in de knoop kom met mezelf. Wat natuurlijk mijn grote valkuil is. Dus dat was wel heel interessant. Want ik had letterlijk dat net daarvoor tegen mijn vriendin in de auto gezegd. En daar hadden we toen een tijd over. Toen vroeg hij op een gegeven moment, heb je pijn aan je schouder? En toen dacht ik, jezus, hoe kan u dit nou weten? Ik heb al heel lang RSI-klachten. Die vooral in mijn rechterschouder zitten. Nou is het natuurlijk ook logisch dat als je stress hebt, dat het zich ergens manifesteert in je lichaam. Maar het waren gewoon van die hele specifieke dingen. Precies hoe ik ze ook zeg bijvoorbeeld. Dus dat vond ik wel heel interessant. Dus hij zei heel veel van dat soort werkdingen goed. En hoe iemand er ook op komt. Het is in ieder geval heel interessant om even een spiegel voorgehouden te krijgen. En echt even weer over je gedrag na te denken. En het deed me toch wel weer opnieuw inzien dat ik misschien meer moet focussen. En vaker nee moet zeggen op dingen. In plaats van het enthousiasme meteen ja. En dan zit ik in een project en dan denk ik, oh my god, hoe krijg ik dit er nog bij gepropt? Dus dat vond ik wel heel interessant. En hij zei ook, als je zo doorgaat, dan word je op een gegeven moment ziek. Dus dat was best wel confronterend. Want ik heb natuurlijk wel, ik zal de video hier ergens even linken, ook wel te maken gehad met burn-out klachten. Dus dat is voor mij echt een valkuil. En toen hadden we het op een gegeven moment ook nog over Jordi. En toen zei hij, ja, ik zie alleen maar goed. Ik zie niks kwaads in deze persoon. En hij is zo lief en zo goed voor jou. En ja, je hoeft je nooit ergens zorgen over te maken. Dit is echt een heel goed persoon. En hij zei, ik denk als je nu gaat focussen op, wil ik een workaholic zijn die altijd aan het vliegen is, of wil ik een leuke mens worden, die keuze moet je nu maken, dan zul je een hele leuke moeder worden. Dus dat was wel super interessant. Ik ben best realistisch daarin en ik denk, weet je, ik zie het als een soort interessante therapiesessie, maar ik vond het toch een hele fascinerende ervaring. Ik ben bij Charlotte. Wil jij een beeld of niet? Ja hoor. Dit is mijn been. Die jullie nog kennen van de birthday giveaways. Want toen won een van jullie een soort jaren treatment bij Charlotte. Ik kom al jaren bij haar en ja, ik ben gewoon dol op haar. En zij is wel degene die altijd deze blondkleur helemaal on point kan verzorgen. Ik zeg altijd Scandinavisch blond en dat krijg ik dan. Dus dat is heel fijn. Ik wil geen porno blond, ik wil geen canarie blond. Dit zit er precies tussenin. Nou stop. Verder houden we het denk ik een beetje korter. En ik ga dus mijn ponytje laten groeien. Ik ben al aardig op weg. Nou, het duurt nog wel even. En het chillen is ook dat ik hier gewoon kan werken. Ik heb mijn laptop mee, dat is super snel internet. Kijk even wie hier ook is. Mijn schatje! Dat is zo toevallig. Ja. Hoe dan? Dit wisten we allebei niet. Dus Kim gaat ook naar Sharp, wat een heleboel verklaart over onze matching gordijnpolies. Ja. Ja. En jij gaat nu een klein kaartje ontmoeten? Ja, zeker. Ja, een klein kaartje. Ik hoop dat die groter is dan ze zegt. Goedemorgen. Ik ben heel blij met mijn nieuwe haartjes. Het is een stuk korter en weer lekker fris. Ik heb een beetje minimale make-up vandaag, want dat vind ik dan wel mooi als het haar lichter is. Om dat niet te zwaar te doen. En vandaag heb ik aan een zwarte slipdress en mijn monster slippers. Loving it. Het is nu heel vroeg en het is heel rustig op straat. Ik ga met mijn vriendin Jess ontbijten. Deze week lopen privé en werk een beetje door elkaar heen. Maar ik dacht, anders zie ik mijn vriendin niet. Dus ik ga nu naar haar toe bij de Canary Club en gaan we koffie drinken en bijkletsen over haar wedding en huwelijksreis. Dus dat vind ik wel erg leuk om te horen, want het is alweer een tijdje geleden. Ik stel jullie even voor aan ons Jess. Jess is dus mijn oudste vriendin. Sinds dat we in de zandbak zaten zijn we al vrienden. Dus Jess. Hallo! Zo leuk. Dat is gewoon, je weet alles van elkaar. Het is zo grappig dat je elkaar als kind al kende, toch? Hoe waren wij als kleine kinderen? Weet je hetzelfde als nu nog steeds? Je wel hetzelfde. We maakten altijd hele lekkere dingen en we gingen heel veel detective speurtochten eigenlijk, moet ik zeggen. Maakten we eigenlijk speurtochten. Klopt, we speelden altijd detective. Oh, en we deden, weet je het ook weer? Madonna met Holiday. Ja, dit was ook top. In groep 4 deden we mee met de playback show. En toen was Jess het dansmodel. Die lag vakantie te vieren op het lied Holiday en ik was dan de zanger.
Weet je nog heel veel. Geen plek. Ja, geen plekje. Jij is lekker aan het zonnebaden. Ik vind het ook dat die briefjes maken om daarmee te bepalen wat we gingen doen. Klopt. Eigenlijk langer bezig met het bepalen wat we gingen doen. Dus om ideeën bedenken en die briefjes doen. En dan vervolgens het potje pakken. En dan, ja, en dan kiezen wat we gaan leuk nu vonden. In elkaars dagboek schrijven. Nou, ja, dan. Klopt. Zo leuk. Ik ben nu bij Valentine, mijn food health coach. En ik moet zeggen dat ik best wel moeite heb gehad om alles goed vol te houden en gezond te leven. En niet te veel wijn te drinken en zelf te koken en al dat soort dingen. In zulke drukke tijden en als het zo lekker weer is. Want dan ga je toch bijvoorbeeld het park in en dan haal ik allemaal lekkere dingen en chipjes en zo. Dus dat vind ik wel moeilijk. Daar ga ik even wat tips voor vragen. Ik ben benieuwd ook hoe het er allemaal voor staat. Ik weeg mezelf eigenlijk nooit, dus ik heb eigenlijk geen idee. De plek zit dus in een oude kerk. Zo mooi. Ik zal jullie even mijn look laten zien. Nou, ik ben dus bij Valentine en het is eigenlijk alsof ik op school zit. Dit is Valentine. Ja. Het is zo leuk. Hallo. Valentine is echt een topper, serieus. Als je ooit soort van wil investeren in jezelf en iemand wil zoeken die je gewoon vrolijk maakt en die je begrijpt en die je wat gezonder kan maken, is dit... Je hebt genoeg werk, dus ik hoef je niet aan te prijzen, maar het bevalt me heel erg. En ze legt me dus heel veel dingen uit over hoe het lichaam werkt, die ik gewoon echt helemaal niet weet. En ik vind dus echt dat we op school moeten gaan leren eigenlijk hele andere dingen. Over geluk, over geld en over ons lichaam. En dan, daar heb je gewoon je hele leven wat aan en niet over staartdelingen. Nu heb ik les gekregen over hoe de darmen werken. Omdat ik dus best wel last heb van opgeblazen buik. En Valentine heeft net een schema voor mij getekend. Ik zit hier al een tijd, dus ik kan het niet naastellen, maar het ziet er zo uit. Echt super interessant. Wat is de darm? Kun jij het aanwijzen, ja. Dit grote ding? En daar zitten eigenlijk allerlei zijweggetjes aan vast. En die horen allerlei uitgesorteerde, hoe zeg ik dat? Voedingsmiddelen. Voedingsmiddelen vitamine. Tegen te houden, zodat ze niet rechtstreeks in het bloed komen. Maar door bijvoorbeeld antibiotica en door wat nog meer? Stress bijvoorbeeld, eten. Slecht eten. Komen die in te grote, eigenlijk niet behapbare stukjes in je bloed terecht. En daardoor moet je immuunsysteem dan heel hard gaan werken. Klopt dat? Dat klopt. En dat kost heel veel energie. Hey, ik was niet echt gewicht kwijt of zo, maar wel 6 centimeter bij de taille, wat heel fijn is. Ik heb even wat dingen gekocht nu. Namelijk glutaminepilletjes. En wat is dit? Super microflor. Eigenlijk om de darmen weer een beetje... nog iets functionerender te krijgen en een beetje back in shape te krijgen, waardoor ik eten beter kan verwerken en wat meer bescherming heb voor wat er in mijn bloed terecht komt. Dus ik ben heel benieuwd wat dat ook weer gaat doen. Het is Game Pride! Ik ben helemaal Kim. En we zijn zo bezweten. We staan op de boot van de neef van Oki. En er zijn allemaal leuke mensen. Ja, Oki is jouw vriendin. En Mila komt net aan, maar ook in een tijgershirt. Ja, bloesje wil ik zo graag vastleggen. Ja, dat is top. Met zijn nieuwe gouden ketting. Kimmy! Hallo Oki! Lele! Zo'n lekkere dag hier op de woonboot. En nu heb ik sushi voor ons besteld. Ik heb een nieuwe ontdekt. How do you roll? Via Rianne heb ik hem. Thanks for that, girl. En we zijn nu nog met een klein groepje en dan gaan we beneden Orange is the New Black kijken, het nieuwe seizoen. En sushi's eten.